vreemd gaan. Yikes. Daar schrok je wel van, of niet? Zo nu en dan werp ik een blikje op het programma Achter Gesloten Deuren. Maar vandaag dacht ik, waarom gaan we niet even terug naar Overspel in de Liefde? Het is in principe hetzelfde programma, maar dan gaat het om vreemdgaan. Voor de mensen die het niet kennen, Overspel in de Liefde is een programma dat vreemdgaan verhalen behandelt en die naspeelt. Alleen in deze versie van het verhaal is er een complete cameraploeg bij. Vorige twee keer dat ik naar het programma keek, ging het om een vrouw die vreemdgaat. Dat is puur omdat A, die afleveringen waren gewoon wild. En B, mannen die vreemd gaan is juist like, het standaard dat je hoort, toch? Ik bedoel, fuck mannen. Echt, mannen. Maar vandaag duiken we in een bizar cringe verhaal. Maar voor we beginnen, abonneer. En laat mij weten in de comments of jij wel eens bent vreemd gegaan. Deze aflevering gaat om Iris Bremen. Ze is 32 jaar en een huisvrouw. En haar profiel zegt dat ze nog nooit is vreemd gegaan. Ik vind het een hele domme toegevoegde waarde aan dit programma. En let maar op waarom. Ze is dus 8 jaar getrouwd met... Cornald? Dat is een hele rare naam. Ik vind het gewoon een rare naam, sorry. Nee, weet je wat? Geen sorry. Het is gewoon een fucking rare naam. Heet jij Cornald? Doe fucking normaal. Anyways, ze hebben ook 2 kinderen samen en laten we nu kijken naar Cornald's profiel. Cornald. Even zien hoor. Financieel manager, 39 jaar. Ah, hier staat het. Bij ooit vreemd gegaan staat naar eigen zeggen niet. Waarom voeg je dit dan toe aan de show? Er staat altijd bij de persoon die vreemd gaat van... Hij zegt zelf van niet, dus het frustreert mij. Het heeft geen toegevoegde waarde. Iris is een lieve vrouw die heel veel houdt van Cornald. Het klinkt gewoon als een verzonnen naam, oké? Nou ja, alle namen zijn verzonnen, I guess. Cornald doet een beetje afstandelijk. En Iris wil gewoon heel liefelijk weten wat er met hem is. Laten we kijken wat Cornald zegt. Ik zeg net, ik heb de hele dag een hoop gezeur aan mijn kop. En dan kom ik thuis en dan heb ik weer een hoop gezeur aan mijn kop. Laat me nou heel even alleen. Wauw, ik snap dat Iris als een blok gevallen is voor deze man. Echt een catch. Hij is zo lief. De voice-over vertelt dat Iris zich zorgen maakt. Omdat Cornald steeds meer tripjes heeft naar het buitenland voor werk. En dat ze zich daar zorgen om maakt, dat snap ik. Hij is financieel manager. Hij doet like de boekhouding van een bedrijf. Waarvoor moet hij naar het buitenland? Wat moet hij daar? Ik ben misschien heel onwetend van hoe dit allemaal werkt. Maar het is vaak een cliché dat wanneer een man vreemd gaat, dat hij zegt... Ik heb veel tripjes naar het buitenland. Maar dan gaan ze zeg maar niet naar het buitenland, maar gewoon een paar dagen neuken met een ander, zeg maar. Maar wat voor baan moeten die mannen dan allemaal hebben? Hey lieverd, sorry, ik ga... Een paar dagen op zakenreis naar het buitenland, voor werk. Alweer? Je gaat de laatste tijd zo vaak naar het buitenland, lieverd. Wat kan ik zeggen? Het hoort er gewoon bij. Niet zo zeuren, bitch. Je bent conciërge op een middelbare school. Dat zeg ik. Het hoort er allemaal bij. Het is gewoon een cliché, is wat ik wil zeggen. Ze kan heel makkelijk vragen, naar welk land ga je? Waarom ga je naar het andere land? Wat doe je daar in het andere land? En dan valt de leugen meteen in elkaar. Maar goed, dat doet ze dus niet. Iris praat over alles met haar zus Lieve. Ze vertelt haar vermoedens en laten we kijken hoe ze hierop reageert. Stel nou dat je erachter komt dat hij echt vreemd gaat. En dan? Wat? Hoe bedoel je en dan? Dan weet je dat hij niet trouw is. Dan is de relatie uit. Omdat je hem niet kan vertrouwen. Sommige dingen moet je gewoon echt niet willen weten. Wat zeg jij nou dan? Wat zeg jij? Wat zegt ze? Ja, nee, als hij vreemd gaat, dat wil je toch niet weten. Doe fucking normaal. Waarom zou je dat willen weten? Oh, nu krijgen we trouwens weer zo'n feitje. Nu 54% van de vrouwen op deze aardbol hun partner wel eens heeft betrapt op enige vorm van overspel. Ik wil oprecht weten hoe ze aan het percentage zijn gekomen. Fuck mannen. Iris komt met een lief en romantisch idee. Ze stelt voor om de volgende zakenreis gewoon mee te gaan. En dat buiten de meetings om, dat ze dan iets leuks doen samen. En tijdens de meetings doet ze haar eigen ding wel. Een lief en heel goed idee, al zeg ik het zelf. Dat lijkt me een heel slecht. Voor iemand die vreemd gaat en slim genoeg is om in de financiën te zitten, is hij wel heel dom. Aangezien deze hele zakenreis een leugen is, kan hij toch heel makkelijk zeggen van... Oh ja, wat een geweldig idee, zo fucking lief. Oh, ik ga... De volgende keer ga ik het overleggen en kijken wat ik kan regelen. En dan kan hij de volgende keer zeggen, oei, mijn baas vond het fucking kut.
Mag niet. Maar goed, omdat hij dus zo'n dom en verdacht antwoord gaf, kan je natuurlijk wel voorstellen wat Iris nu gaat doen. Ze gaat hem volgen. Het is geen overspellende liefdeaflevering als er niet een achtervolging in zit. Dus Iris ziet hem een appartementengebouw inlopen, in plaats van naar Schiphol gaan. Ze maakt foto's van de namen van het appartementencomplex en denkt dat dat slim is. Op het eerste gezicht, dan is dat ook heel slim. Dan kun je gewoon al die namen door Google halen en kijken waar je man mee vreemd gaat. Wie er allemaal wonen. Ik bedoel, voor hetzelfde geld wonen er heel veel single vrouwen. Het probleem is alleen, het kan ook zijn dat je man stiekem gay is. Of dat hij een of andere fetish heeft waar zij niks van weet. Misschien gaat hij daar wel heen voor furry seks. Of iets anders. Terwijl zij de lijst opzoekt naar de knapste vrouw. Anyway, ze praat hier verder over met haar zus. Je moet het allemaal niet willen weten, meid. Wat is haar deal? Wat is haar probleem? Eerlijk maar. Haar zusje vertelt, mijn man zei dat hij op zakenreis ging, maar hij ging naar een appartementencomplex en helemaal niet naar het buitenland. En zij gaat gewoon van, boeien, wat hij allemaal doet, dat wil je toch niet weten, joh. Dat is zo weird. Je zou bijna denken dat Lieve achtelijk is, maar dan laat ze zien hoe slim en scherp ze is. Iris laat haar een foto zien van een vrouw op Facebook van wie zij denkt dat dat de persoon is waarmee haar man vreemd gaat. En Lieve zegt... Ja, een foto op Facebook. Inderdaad, Lieve. Dat is een foto op Facebook. Dat is een foto op Facebook. Heel scherp van je. Maar goed, dan komt de waarheid boven tafel. Waarom Lieve zo weird doet. Kees heeft ook een keer een affaire gehad. Wacht even, wat zeg je nou? En dat maakt allemaal niet zo uit. Het is een aantal jaar geleden gebeurd. Maar ik ben ook gewoon doorgegaan. Ah, dat is hoe zij ermee om is gegaan. Zij weet dat haar man is vreemd gegaan en heeft er niet over gepraat met hem en is gewoon verder gegaan. Boeien. En dat werkt voor haar. Ze zit gewoon van, ik laat hem lekker. Boeien. Het klinkt alsof zij gewoon beter haar relatie kan opengooien. Dan kan zij er ook van genieten. Maar oké. Iris besluit natuurlijk de volgende dag de vrouw van Facebook te confronteren. Ze gaat naar binnen door te liegen dat ze een pakketje heeft. Dat is smooth. Dat werkt altijd. En nogmaals, wat als haar man stiekem gay was? Dan gaat ze nu een arme, onschuldige vrouw confronteren for no reason. Ze gaat naar boven. Ze schreeuwt tegen deze arme vrouw. En wat blijkt nou? De vrouw is onschuldig. Gelukkig wanneer ze weggaat, heb je deze vriendelijke vrouw die de deur voor haar openhoudt. De goedheid in de mens is nog niet dood. Ze bespreekt deze mislukte ervaring met haar oudere, wijze zus Lieve. Laten we kijken wat voor wijze woorden ze nu te zeggen heeft. Mannen houden ervan om hun eigen ding te doen. En daar moeten ze alle tijd en ruimte voor geven. Applaus voor Lieve. Zo real. Zit gewoon van, laat je man gewoon vreemd gaan. Boeien, hij komt toch weer terug. Maakt echt niet uit hoor. Het beste wat je kan doen. Volgens mij heeft zij issues waar ze zelf eventjes op moet focussen. Iris huurt een privédetective in om onderzoek te doen voor haar. Maar nu eerst is het tijd voor iedereens favoriete segment van Overspel in de Liefde, genaamd Zoete Wraak. Dit zijn kortere tussensegmentjes die gaan over mensen die hun partner betrappen op vreemd gaan en zoete wraak nemen op hun. Ze gaan hun goed terugpakken. Dat is waar dit om gaat. Het gaat om de confrontatie en het terugpakken. Dit verhaal gaat over de 18-jarige Andy. Hij laat ons eerst even zien hoe gelukkig hij is met zijn vriendin. Wat is er? Kom maar gauw. Wat is er, joh? Hier. Nou. Kijk, kom hier nou. Is toch leuk? Kom hier. Oké. Het ziet eruit alsof ze niet bij je wil zijn, maar oké. Andy's vrienden waren aan het voetballen en ze schoten een bal op het dak. En toen zagen ze dat de vriendin van Andy aan het vreemdgaan was. Met niemand minder dan Andy's broer. Wow. Dus dan is het nu tijd voor de confrontatie. Hij stormt naar binnen en... Wacht eens even. Dat is Bas! Dat is Bas van Achtergesloten Deuren, de MILF-aflevering. Dat is Bas! Bas, zijn vriendin was vreemd gegaan met zijn moeder. Wauw! Dit is dus wat hij nu doet. Ha! De editors zijn vergeten Bas zijn huidkleurige onderbroek te pixeleten zodat het lijkt alsof hij naakt is. Haalt me wel een beetje uit experience. Wat ik sowieso altijd opmerkelijk vind aan dit programma en de confrontatiescènes, de mensen die betrapt worden op vreemdgaan, zijn de mensen die dan agressief en boos worden. Terwijl hun dan naakt staan. Aan het vreemd gaan zijn ze. Dit segment heet Zoete Wraak en het gaat om de wraak. Dus hoe gaat Andy wraak nemen op zijn, nou ja, nu ex? Hij zet haar onderbroek op marktplaats. Dat zal haar leren. Dat tevreden glimlachje van hem ook. Hij zegt dat is van,
Yeah. Maar goed, Iris, dat is waar het om ging. We gaan nu weer terug naar Iris. De privédetective heeft haar een DVD gegeven met beelden erop die haar vermoedens bevestigen. Die gaat ze kijken met haar slimme meesterbrein van een zus, Lieve. Op de beelden zien ze Cornand hand in hand lopen met een blonde vrouw. Geeft zelfs kussen op haar hoofd en... dit is wat Lieve zegt. Dit hoeft niks te betekenen natuurlijk. Ik vraag me oprecht af hoe zij erachter is gekomen dat haar man is vreemd gegaan. Als ze dit ziet en gaat van... boeien toch? Dat is niks. Wat heeft zij gezien, denk ik dan? Man! Lieve's man hoeft er niet eens stiekem te doen en ze had het niet eens door. En ze kijkt verder waarop ze zelfs beelden zien dat ze uit eten gaan en Lieve zegt... het is misschien gewoon een fase. Ik vind haar een speciale vrouw. Is dit hoe ze het ziet bij haar man? Dat vreemd gaan was gewoon een fase, joh. Hij ging gewoon even vreemd een keer en toen was het ook weer klaar. Maar wat Cornald zegt is ook te horen op de DVD. En dit zijn de dingen die hij zegt over zijn vrouw Iris tegen zijn minnares. Seksloos. Uitgezakt, ja, sorry. What the fuck, Cornald? Hij gaat gewoon van... ja, mijn vrouw is fucking nasty. Als zij haar kleding uittrekt, moet ik kokhalzen. Wat een man. Ik haat mannen. Ik haat ze. Dan ziet Iris het gezicht van deze blonde namen. En wat blijkt nou? De minnares blijkt niemand anders te zijn dan die vrouw die de deur voor haar openhield. Zoals verwacht gaat ze deze vrouw confronteren. Belt aan, zegt dat ze een pakketje heeft. Je kent het wel, zo kom je overal naar binnen. Altijd gewoon zeggen dat je een pakketje hebt. Dat is like een wachtwoord of zo. Ze stormt zelfs het huis in. En hier is waar de illusie van dat dit een waar gebeurd verhaal is, breekt. Omdat je mag ook niet zomaar bij mensen naar binnen filmen. Dat mag niet. En toch doen ze het in dit programma. Maar goed, ze loopt te krijsen om Cornald. En zit ze van, oh, ik weet zeker dat hij hier is in dit huis. En ze trekt de dekens van het bed af. En wat blijkt nou? Ze heeft gewoon een vriend. Ze heeft een vriend. Cornald is er niet eens. Ze komt erachter dat Cornald een simp blijkt te zijn. Cornald weet helemaal niet dat zij een relatie heeft. Cornald denkt dat hun met z'n tweetjes samen zijn forever, terwijl deze vrouw gebruikt hem. Hij betaalt namelijk het appartement waar ze in woont. Voor haar. Fucking simp. Ze gebruikt hem voor zijn geld, terwijl ze gewoon een normale vaste relatie heeft. Cornald blijkt deze dagen dus wel op een echte zakenreis te zijn gegaan. En Iris gaat naar Schiphol met de reservesleutel van zijn auto om hem weg te halen en te verkopen op Marktplaats. Wauw. En dan is het nu tijd voor de ultieme confrontatie. Je auto kwijt. Ja. Wat is dit? Wie zijn dit? Daar hoef je niet op te letten. Ja, deze confrontatie is zeg maar de grootste anticlimax ooit. Hij let niet op, hij kijkt alleen maar om zich heen. Ha! Ik heb je auto weggehaald, jij ranzige viespeuk. Je bent vreemd gegaan. Ik heb je auto weggehaald. Je loopt maar. Je ziet maar hoe je thuis komt, fucker. Haha. Dit voelt toch niet satisfying? Ik vind het geen leuke grap. Dit zijn like de laatste woorden in een confrontatie die hij zegt. Gewoon heel kalmjes, heel kalmpjes. Ik vind het geen leuke grap. Iris zegt... ja, dit voelt wel goed, ja. Ik vond deze confrontatie gewoon niet heel goed voelen eigenlijk. Heel teleurstellend, Iris. Maar goed, Iris vertelt nog 2 maanden later dat ze een advocaat heeft ingehuurd. Die ook nog eens zegt dat ze Cornand compleet kan leegplukken. Dus met Iris komt het helemaal goed. Ik zou eigenlijk meer willen weten hoe het gaat met Lieve, want zij heeft problemen. Wat vonden jullie van deze aflevering? Ik vond het echt whack en cringe. En hebben jullie ooit te maken gehad met vreemdgaan? Laat het mij weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!